Wij zijn Joost en Anne. En wij gaan een mealtime opnemen bij Ryan. Ja, Joost wilde de intro doen, dus dat heeft hij bij deze gedaan. Oh, cadeautjes? Ja. Tuurlijk is het cadeautjes, want het is mealtime. Maar in ieder geval, ik zit dit keer op de account van Ryan. Ja, we gaan een cadeautje openmaken. Yay! Ik ben serieus blij, nog steeds. En Joost zit nog steeds naast me. Hoe zijn het? 25? Ik weet niet zo zeker meer eigenlijk. Wacht, ik had het vragen. Dat is die man, deze van mij. Ik krijg ondertussen op mijn eigen account heel veel, berichten. En ik word niet gek soms. Milton gaat filmen mij. Is goed. Even kijken. Ga kijken. Wordt een beetje gek van al die cadeautjes. Niet eens van al die cadeautjes, ook een beetje geweldig. Maar al die berichten die ik krijg terwijl. Nee, maar kijk, ik zit op een ander account. En dan gaan ze op mijn account gaan ze allemaal berichtjes sturen. Nou ja, ik ga ze wel gewoon tellen. Zo. Hier kunnen ze wel chatten. Oké. In ieder geval, we gaan even. Joost gaat even recht zitten. Oké, we gaan even dingen tellen. 12. 18. Wat komt er nou? 18. 24. Ik ben heel slecht in. Oh, wacht. Ik heb nou. Ja, ik ben slecht in rekenen. Ik heb zelf ook wat ingestuurd zo te zien. Nou, oké. Dat wist ik niet eens meer. Ik ben echt vergeetachtig. De eerste is van Erika. Nou, dan gaan we kijken. Wie is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, ik ken er ergens van, ik weet alleen niet meer waarvan. Die krijgen wij bij zo'n SG. Die is best wel chill eigenlijk. Wacht, even kijken, ik ken haar. Oh, is vriendin van Snoggetje en Snoggetje is een vriend van mij. Oh. Volgende is van Sarah XOXOX. XOXOXO. Bril! Oh, die staat ook best wel cool. Nerdo-brils. Ja, die zou jij willen hebben. Nerdy. Joost is een beetje. Ik heb een keer een foto van hem gemaakt waar hij niet echt heel blij als een nerd op stond. Heel snel. De scheiding ziet er echt niet uit. Nee, dat zal ik niet doen. Hij staat aan mijn telefoon. Ik heb geen MSP op mijn telefoon. Volgende is van Movistar Girl 04. Tot nu toe zie ik dat. Ik weet niet of het naam nog lang is. Rock. Die is best wel cool. Ik ook. Nee, Joost. Jij bent gewoon niet cool. De volgende is van Marit. Oftewel Kitty. Oh, kijk. Dit is Ryan trouwens. Hij zit op dit account. Hi, Ryan. Scarface. Oh, dat is zo'n litteken. Maar, moet ik hem even zoeken. Ah. Kijk. Litteken. Dat is niet eens een litteken. Dat is gewoon een wond. Ja. Maar hij is wel cool. Oké, de volgende zijn allemaal van. Oh, Jackie. Nee, ze zijn van Evie. Evie. Zusje van Sam. Evie. Nou, ik weet niet of het van Sam is of van Evie. Want ja, dit is op het account van Evie. Maar, nou, we zullen kijken. Ja, is die nou blauw, want je hoort het blauw. Leuk, schoenen. Oh, deze is uitverkocht, hè? Oh, dat is leuk. Dat is een neusring. Die zijn volgens mij uitverkocht. Ah, dat is een neusring. Joost. Hoi. Hoi, Ryan. Hoi. Nou, dat is Ryan. Ik ben nu met een jongensaccount aan het chatten. Dat vind ik echt zo veel vreemd. Shakib 0123456711. Oh, 1. 12. 12. En nou, we gaan de andere cadeautje ook even snel openmaken. Want, Een voetbal. Een voetbalnet. Een goal. Ja, ik weet het. Ik heb ook altijd een voetbalnet. Maar het is een goal. En ik vind het. Oh, nog zo'n hoedje. Die zijn echt leuk. Die wil ik ook. Die zijn zo cool. Ja, en Joost wil er ook één, zegt hij. In ieder geval. Oh, nog eentje van Erika. Even kijken. Zo aardig. Ja, nog één. Waarom twee? Ja, dat weet ik ook niet. Moeten we aan Erika vragen. Volgende is van Sam. Schoenen.
Ook één. Nog één. Nou, je krijgt heel veel breakdance dingen. Ja, nog vier, vier van Luna. En daar is nog één van Sam. Ja. Oh, dan gaan we het openmaken. We zijn heel schier. Ik ga echt bij heel veel mensen opnemen. Dan, ja. Chocolaatjes! Lekker, mag ik die opeten? Jammer genoeg, stem spreken, kan je ze niet opeten. Nou, de volgende vier zijn van Luna. Schoenen! Joost, niet alles zijn schoenen! Het is een rugzak. Rugzak, rugzak. Yeah! Schoenen! We zijn heel blij aan doen vandaag. Niet alles is schoenen. Oh, die zijn ook wel cool. Dat zijn van die armdingen. Goed man. Oh, die had hij toen ook. Ja, andere kleur volgens mij. Volgens mij, dit lijkt een beetje op een look. Weet je? Oh, dit lijkt op een look. Een hele coole. Alleen nog een boek. Swagger look. Oh, hoedje. Hoedje! Oh, het staat hier nog best wel leuk. Je hoeft alleen maar een zwarte broek aan. Dan heb je en dan moet je even dit omhoog. Nee. Ja. Dank je, Luna. De volgende zijn van Milk 9. Milk 9. Ja, Joost gaat me een beetje herhalen, maar oké. Okay. Ja. Hey, die heb je nou aan. Die heeft hij ook. Die heb je een dubbel. Kan hij weer haar gebruiken? Ja, nou, dat zou ik niet doen. Waarom niet? Gewoon niet. Deze is ook uitverkocht volgens mij. Nee, maar hij is wel cool. Is dat een fake neusring? Je ziet hem alleen niet. Ja. Ja, fake neusring. Ja, een neppe neusring, Joost. Ja. Maar hij is niet nep. Oké. Nou, dat is fijn. Ryan, dit moet je allemaal zelf even oplossen. Dat weet ik namelijk niet. Oh, deze is ook een soort van uitverkocht ding, want die kreeg je allemaal in en die kun je niet in de shop kopen, volgens mij. Die kreeg die ja, Joost, je krijgt elke MSP er in. Ja, het ziet er prachtig uit. En een spotlight shirt. Oh, ik hou niet van spotlight. Ik vind het wel grappig, maar ik kijk niet echt heel erg vaak. Hey. En de laatste zes, waarvan er drie van mij zijn. Eentje van Diva at Love. Nou, gaan we kijken. Een dolphins pin. Die heb ik vandaag nog heel erg gebruikt. Die vind ik prachtig. Ja, je ziet er echt geweldig uit nou. Slime. Nou, gewoon niet. Dat is een beetje denken hoeveel mensen ik dat allemaal zeg. Ja. Oké, de volgende drie zijn van mij. Ik weet gewoon niet meer wat ik heb gegeven. Shoutout naar Avia voor alle mooie cadeaus. Je weet niet, volgens mij weet jij niet eens wat een shoutout is. Nou wel. En trouwens, ik ben dat. Oh, dat ben jij. Nee, echt? Nee. Oh ja, deze. Ik weet al wat ik heb gegeven. Schoenen. Dat zijn van die armbandjes. Die armbandjes. En eentje een coat. Die heb ik gegeven. Nu weet ik alweer wat ik heb gegeven. Dat is best wel erg dat ik het niet wist. Eentje van Ethan. En eentje van zichzelf. Ik heb heel veel mensen beloofd. Dus heel veel mensen die gaan nou allemaal inzetten dat ik opneem. En dat doe ik ook. En allemaal deze week komen er waarschijnlijk heel veel mealtimes en alles. Omdat iedereen wil dat ik bij hun wil opnemen. Omdat ik eerst bij jou ging opnemen. En toen ging ik bij... Wie ging nog meer opnemen? Sam. Nee, daarvoor nog. Bij Stef Lol heb ik toen opgenomen. Stef Lol 1, 2, 3. Toen heb ik opgenomen bij Stef Lol en toen wilde opeens iedereen dat ik bij hun ging opnemen. Ja. Oh, kusje! Oh, die is best wel cool eigenlijk. Big en nu van zichzelf. En nou van Pringles team. Andere account. MSP Ice Cool. Oh, die is ook best wel cool, joh. Die wil ik ook wel hebben. Wauw. Ryan ziet er echt geweldig uit nu. Ik ga even een lookje maken. Ja. Want dat doe ik meestal. Ik wil gewoon dat ze dat lookje van Luna nemen. Dat is namelijk best wel een... Ja. Luna! Shoutout naar Luna! Nou, je hebt het gehoord, Luna. Je krijgt een shoutout. Volgens mij, Joost weet volgens mij echt niet wat dat is hoor. Echt maar wel. Het ziet er echt heel vreemd uit nu. Ik ga even dat shirt zoeken. Shirt! Ga een shirtje eroverheen. Oh, wacht. Precies een sixpack. Nee, gewoon niet, Joost. Joost is een beetje erg. Blijf. Kijk, je hebt trouwens nou geen haar. Dat ziet ook zo vreemd uit. Hey, dit is de black look. Oh ja. Ja, deze niet. Ja. Ik wil schooltas pakken. Oh, en die. Ja, bovendien. Yeah. Wauw, prachtig. Nee, ja, hoedje. Moet die niet, eigenlijk. Eerst haar erbij. Ja, eerst haar doen. Ja, dat heb je wel gelijk. Moet je eigenlijk zo'n zwart haar of zo. Daar. Die, nee. Dat is blauw haar, zwart haar. Oh, dat is Punky. Die heeft hij voor mijn dingen. Of deze. Punky. Die, dat zwarte haar heeft hij voor mijn oude serie. Die is afgelopen. Welke serie? Achtervolgd in mijn verleden.
Nee, waarschijnlijk heb jij hem nog nooit gezien. Nee. Aangezien het Joost is, lijkt het me dat nogal logisch. Nee. Die. Die lijkt me wel cool. Ik heb nog iets op de benen. Nee, ik weet niet of hij iets heeft op zijn benen. Oké. Okay. Heeft hij niet. Maar hij, ik vind deze wel cool. Rich. Rich. Is dat rich? Is dat niet rich? Is dat rich? Ik ben niet goed in Engels. Ja, dat weten we. Ik ga nu wel naar de middelbare. Ik ben niet goed in Engels. Ik ben blij. Roltrap. Ja, Joostie heeft mijn roltrap overgenomen. Moestuin power. Dat wordt al duidelijk, dat wordt nooit gezegd, Joost. Huh? Dat wordt bijna nooit meer gezegd. Oh. Zo, prachtige kleding. Even tegen hem zeggen dat ik klaar ben met filmen. Waar staat hij ook weer? Knol, power. Shahib, Shahib, Shahib. Ik weet niet of hij zichzelf als vriend heeft. Dus ik ga gewoon zoeken. Oh, hier, Shakib, Shakib. Nou, hier heb ik hem. Wat was je aan het doen? Joost zit weer spreekt. Oké, wij zijn klaar. Nu, Joost, ga je nog even doei zeggen? Abonneren, reageren, dat lijkt me een plan. Ja! Waarschijnlijk gaat hij dat vaker zeggen als hij hier naast mij zit. Ja. Maar dan weten jullie dat vast. Ja. Zeg je nog even doei? Wacht even. Hoe moet dat? Ik zeg gewoon doei. Ik wacht even. Doei. Ik ben Joost. En ja, dat weten we. En ik heet Joost is lief op MSP. Dus ja, dat zei je woorden je ook al. Graag mij vooral als vriend en geef mij heel veel cadeaus en handtekeningen. Dankjewel. Niet doei. Te veel naar hem luisteren. Hij is best wel erg als het daarom nee, gaat. Nee. In ieder geval, ik ga stoppen. Dikke shout-out naar... Jij weet niet eens wat een shout-out is. Echt wel. Nou, wat is het? Dat vertel ik dadelijk wel. Ja, tuurlijk. Nou, oké. Okay. Tuurlijk. Oké. Dit komt gewoon echt serieus allemaal op YouTube, hè. Tuurlijk. Oké, ik ga nog even doei zeggen. Doei, 100 abonnees. Het zijn er 103. Doei, 103 abonnees. Misschien wil ik er nog wel meer. Maar en, in ieder geval... En nog wat Piopel. Piopel, people. Yes. Nou, in ieder geval, stay cute and cool. Bye. Bye.